Mijn naam is Geert Lensens. Ik ben advocaat van beroep en de vereniging Van Staartjes heeft mij gevraagd om een woordje te zeggen over de rechtspersoonlijkheid voor dieren. Nu, het onderwerp kan een beetje saai overkomen, maar u zal snel begrijpen dat het zeer interessant is. Nu, het onderwerp rechtspersoonlijkheid boeit mij al een hele tijd. Ik heb ook heel veel bijdragen geschreven over het thema, bijvoorbeeld de rechtspersoonlijkheid van ecosystemen. Maar ik heb ook bijdragen geleverd over onze vriend de wolf en over de chimpansee. En ik heb die thema's ook in verband gebracht met die rechtspersoonlijkheid. Nu, dat is een juridische interesse, maar het mooie is dat ik het kan koppelen aan mijn passie, want dat is meer dan een interesse, namelijk de natuur, die gegroeid is vanuit mijn scoutstijd. Nu, als we kijken naar het begrip rechtspersoonlijkheid, dan zitten daar twee elementen in. Er zit het elementje recht in en ook het elementje persoonlijkheid. Nu, het elementje persoonlijkheid, dat betekent eigenlijk dat u en ik, wij allemaal, wij hebben rechten en plichten. We zijn vrij. We kunnen morgen een auto of een huis kopen, we kunnen op reis gaan, we kunnen de tram of de trein nemen. We hebben rechten en plichten. En dat maakt ons uniek, want dingen bijvoorbeeld, die hebben dat natuurlijk niet. En dieren ook niet. Nu, het is nog niet zo lang geleden dat bepaalde groepen van mensen geen rechtspersoonlijkheid of geen persoonlijkheid hadden. Ik denk aan de tijd van de slavernij. Slaven hadden geen rechten en plichten. Het waren dingen. En zelfs de vrouwen, beeld u in, de vrouwen of de vrouwen in het algemeen, hadden maar bepaalde rechten. En er is zelfs een tijd geweest dat ze geen persoonlijkheid hadden. Het lijkt allemaal veraf, maar het is nog niet zo veraf. Nu, die persoonlijkheid, die kan men ook gaan toekennen aan gemeenten, aan steden, aan overheden en ook aan vennootschappen. En dat is ook niet nieuw, want ook de Romeinen, die hebben daar natuurlijk bij stilgestaan. Het Romeinse recht is de basis van ons recht. En zij zagen al dat het nodig was om een soort fictieve rechtspersoonlijkheid tot stand te brengen. En dat werd dan toegekend bijvoorbeeld aan vennootschappen. Nu, de hele kwestie is of we dat idee van die rechtspersoonlijkheid ook niet kunnen toepassen op ecosystemen, op rivieren, op natuurreservaten en zelfs op dieren. Ja, ik hoor u al zeggen, hoe is dat mogelijk? Ja, op dieren. En ik ben niet de enige die dat idee voorstaat, want de vooraanstaande juristen, professoren, verdedigen vandaag ook dat idee. Waarom? Wel, er is een tijd geweest dat iedereen het erover eens was dat slaven geen rechtspersoonlijkheid hadden, of zelfs vrouwen. Dus waarom zouden we nu niet kunnen redeneren dat ook natuurreservaten en ecosystemen en zelfs dieren of groepen van dieren die rechtspersoonlijkheid verdienen? Want het tweede elementje is dus recht en wil eigenlijk zeggen dat het recht in sommige gevallen fictieve rechtspersoonlijkheid gaat toekennen. Want uiteindelijk, een vennootschap, ja, dat bestaat niet, hè. Een land bestaat eigenlijk ook niet, dat is een collectiviteit van burgers en toch hebben die rechtspersoonlijkheid, kunnen die naar de rechtbank gaan, kunnen die ook zelf verantwoording afleggen en hebben die met andere woorden rechtspersoonlijkheid. Nu, ons land is niet altijd een voorloper geweest in het recht. Maar als het gaat om dieren, moet ik wel zeggen dat ons land in de voorste rij staat. Want nog niet zo lang geleden is ons burgerlijk wetboek veranderd. En in de wet staat voortaan dat dieren emoties hebben. Dieren hebben met andere woorden gevoelens. En de wet erkent dat. De dieren kunnen dat nog niet rechtstreeks afdwingen, maar mensen kunnen dat wel afdwingen voor dieren. En dat is werkelijk een revolutie, want dat betekent dat dieren geen dingen meer zijn, dingen zoals ja, een tafel of een steen of een stoel of wat dan ook. Nee, nee, dieren zitten tussen de personen en tussen de dingen. Daar situeren zij zich. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat ons recht verder zal evolueren en dat er een moment zal komen dat ook ecosystemen en natuurreservaten en rivieren rechtspersoonlijkheid krijgen. En vandaag zien we al in het buitenland dat dat gebeurt. In Nieuw-Zeeland is er bijvoorbeeld een rivier die rechtspersoonlijkheid heeft gekregen. Ook in India zijn er voorbeelden van natuurreservaten en ook in Zuid-Amerika. Het gaat niet zo lang duren. En ik hoop
dat ik met deze korte uiteenzetting een zaadje plant, want hoe meer mensen het idee verdedigen dat ook dieren, bijvoorbeeld chimpansees die heel dicht bij de mens staan, ook rechtspersoonlijkheid zouden moeten krijgen, hoe sneller die evolutie in het recht zal plaatsvinden. En ik hoor je natuurlijk al zeggen, hoe kan je nu rechtspersoonlijkheid toekennen bijvoorbeeld aan een chimpansee of aan een rivier? Wel, we gebruiken gewoon dezelfde technieken als vandaag voor vennootschappen. We zorgen voor een raad van bestuur of voor een voogd. En op die manier kunnen zij ook genieten van rechtspersoonlijkheid en zal onze wereld er helemaal anders uitzien.